Brink en Silver. Want die eerste nacht samen vergeet een mens toch nooit. Je hoeft niet naar huis vannacht. Hallo! Dames en heren, mag je eens al die handen zien? Allemaal! Miss Lynn, Miss Sil! Maar, hè? Ja, ja. Zeg, dames, hebben jullie dan echt zo lang gewacht? Zeg, hoe was het om met iets in het Nederlands te doen? Vertel eens. Ja, dat is iets anders dan wij gewend zijn. Hè? Absoluut. Maar heb je dat ooit al gedaan? Niet dat ik mij kan herinneren, denk ik. Nee, hè? Maar... Van jou weten we meer natuurlijk. Hè? Ja, dat is al een miljoen jaar geleden ondertussen. Hè? Ja, zoveel nu nog niet, maar toch al wel 20 jaar. Maar het was wel echt wel leuk van nog eens Nederlands te zingen. Ja, voilà. Zeg, heren, u zat dan om in overleg een nieuwe versie te maken van dat lied van Marco Borsato? Dat is verschrikkelijk moeilijk, want we hebben allemaal een mening en Reggie wil laten gelijk hebben. Reggie, vertel, kom. Nee, ik zal maar aan Marco Borsato vragen of hij dan in ruil een nummer van ons bij ons in het Sportpaleis doet, als wij dan in bij hem mogen doen, misschien. Hè? Misschien... Ah, zo denk je dat te regelen. Jij bent wel een slimmerik altijd geweest, hè? Ik ben verschrikkelijk, ik weet het. Ja. Zeg, waarom Borsato? Borsato is sfeer, Borsato is passie. En ja, ik ben eigenlijk wel een beetje fan, ik geef toe. Ja. Dat geldt ook voor jullie? Ja, absoluut. Ja? Ik heb hier 2 stemmen. Hele grote. 3 stemmen.
Ja, dat doe ik maar mee. Hè. Ja, nee, ja, wel, grapje, grapje. Ja. Oké, voilà. Milk, Zilver en Ink, dankjewel voor deze fijne samenwerking. Je hoeft niet naar huis van acht.